Hermine Eshuis. Ik zit in het bestuur van Stichting Almelo. En met een groep, de Oogstfestivalgroep, organiseren wij hier in Doepark de Hagen vandaag het Oogstfestival voor de zesde keer. Wat willen jullie met het Oogstfestival bereiken? Nou, wij willen heel graag aan de mensen nog meer bekendheid geven aan het park en aan het natuurhuis. Maar we willen ook heel graag de verbinding tussen stad en platteland laten zien. Want heel veel producten komen natuurlijk van het platteland. We willen onze eigen zes groene verenigingen, die met elkaar de stichting vormen, die het natuurhuis hebben met elkaar hebben gebouwd met vrijwilligers, willen zich hier presenteren om te laten zien welke activiteiten de verenigingen organiseren en dat aan het Almeloorse publiek tonen. Het hele natuurhuis en het park wordt steeds bekender omdat hier veel leuke activiteiten zijn. We hebben hier een prachtige waterspeelplaats waar veel ouders en grootouders ook met name graag gebruik van maken. Waar de kinderen met veel plezier kunnen spelen. Dus we raken met elkaar steeds bekender. Boerenburgers en buitenlui, speciaal verzoek. Iemand die de Lemelenberg uit zijn broekzak kent. Maar niet alleen dat. Hij is onze eigen, moet ik wel zeggen, schapenherder van Almelo of hoeder. Hij geeft nu een demonstratie, schapendemonstratie, want drijven, dat hoort er niet bij. Met uiteraard zijn border collie, en die wordt nu al flink geknuffeld. Geef hem even een applaus, onze eigen Willem Dijkema. Thank you.